Dank u, voorzitter. Voorzitter, je hoort wel eens, slechte vragen bestaan niet. Durf altijd te vragen en te bevragen. En daar ben ik het vaker wel dan niet mee eens. Maar de afgelopen weken liet onverlet zien dat slechte vragen wel degelijk bestaan. Want met regelmaat werd gevraagd wat bij Einaw vindt van de daden van Hamas. En dat is het schoolvoorbeeld van een slechte vraag. Niet omdat die grammaticaal niet klopt of omdat men het antwoord al zou weten, maar omdat de vraag incompleet is. Natuurlijk is de aanval van Hamas op onschuldige mensen afschuwelijk. En toch is elke vraag die stuurt op een veroordeling van Hamas, zonder daarbij de context van 75 jaar etnische zuivering van Palestijnen te benoemen, incompleet. En iedere vraag die op zoek is naar een stempel van terreur, zonder daarbij het bestaan van de vestigingskolonie van Israël en de bezetting van Palestina te noemen, is incompleet. De vraag is dan ook niet wat wij vinden van Hamas. De vraag is, wat vinden wij allemaal van gewelddadig verzet als reactie op bijna 100 jaar koloniale terreur? Dat is de nuance die de media, onze bewindspersonen en Europese leiders voor het gemak compleet aan de kant schuiven. En niet alleen nu, niet alleen vorige week of de week ervoor, maar al 75 jaar lang. Sterker nog, zowel onze minister-president als onze koning hebben uitgesproken dat ieder slachtoffer dat nu valt een slachtoffer is van Hamas. En voorzitter, dat is exact hoe kolonialisme werkt. We houden niet de onderdrukkers, maar de onderdrukten verantwoordelijk voor het ontstaan van terreur. En door de context van 75 jaar ontmenselijking, ontheemding, huizenroof, vernielingen, berovingen, etnische zuivering en moorden van de hand van Israël achterwege te laten, is Nederland niet alleen medeplichtig aan de dehumanisering van de Palestijnen, maar ook aan de legitimering van illegale koloniale nederzettingen. En door deze context decennia lang toe te staan, heeft Nederland in samenwerking met Europese en Amerikaanse bondgenoten Israël eigenhandig boven de wet geplaatst, met alle gevolgen van dien. Elk slachtoffer dat nu valt is een slachtoffer van kolonialisme. En ook Nederland heeft daar weer schuld aan. En dat is ironisch, want bijna een jaar geleden bood onze regering excuses aan voor het Nederlands slavernijverleden. En mijn vraag is weer, wat betekenen die excuses voor je als je apartheid vandaag de dag nog ondersteunt? Het antwoord is niets. Wat Nederland zou moeten doen bij de Europese top is het voortouw nemen en het afdwingen van een staakt het vuren. En Nederland zou moeten pleiten voor decolonisatie. Stoppen met de handel met illegale nederzettingen, pleiten voor opschorting van het EU-associatieverdrag en kappen met elke vorm van militaire samenwerking met Israël. Nederland moet oproepen tot vrijlating van alle ontvoerde en gegijzelde mensen. En met alle bedoel ik dus die uit Gaza en die uit Israël. Daaronder zijn vele kinderen die over de jaren zonder eerlijk proces zijn vastgezet en nog steeds vastgezet worden. Nederland dient onderzoek te doen door het internationaal strafhof. Dat moet bespoedigd worden. Onderzoek naar oorlogsmisdaden die met onze militaire en financiële steun door Israël worden uitgevoerd en naar mogelijke vervolging van Netanyahu. Voorzitter, zoals de geschiedenis ons keer op keer heeft laten zien, is het altijd makkelijker om achteraf aan de goede kant van de geschiedenis te staan dan op het moment zelf. Maar dit is nou echt zo'n moment om te erkennen dat de geschiedenis zich herhaalt. Dit is geen oorlog, geen religieus conflict. Dit gaat over overheersing en etnische zuivering en het verzet daartegen. Maar voorzitter, vergeet niet, van slavernij tot aan apartheid, van Indonesië tot aan Algerije, van Vietnam tot Haiti, iedere bevrijdingsstrijd werd getekend door geweld. Getekend door het verlies van mensenlevens, waarvan ieder mensenleven er één te veel is. En het is aan ons om te beseffen dat geweld niet ontspringt bij hen die zich verzetten tegen hun ontmenselijking, maar bij degenen die ontmenselijken. Het is aan ons om te realiseren dat een eind aan geweld niet begint bij hen die bestolen zijn van iedere basale levensbehoefte, maar dat de bescherming van iedereen begint bij het afkeuren van degenen die anderen bestelen van precies die levensbehoefte. Hier in het parlement is ons verhaal wellicht impopulair. Maar de afgelopen weken zijn tienduizenden mensen in Nederland de straat op gegaan om met gevaar voor eigen leven vreedzaam te demonstreren voor Palestina en voor het recht om vrij te zijn van kolonialisme. En aan al die mensen wil ik zeggen, weet dat jullie medemenselijkheid, jullie moreel kompas, jullie gevoel voor gerechtvaardigheid gezien en gehoord wordt. Haal kracht uit elkaar, zorg goed voor jezelf. En voor elkaar, de mensen om je heen en in het bijzonder voor Palestijnse vrienden en familie. Blijf de Palestijnen zeggen, we staan aan jullie zijde. Jullie namen vergeten we niet en jullie verhalen blijven we vertellen. Opdat wij allemaal met jullie vrijheid dichterbij
vrijheid voor iedereen zijn. Breek de ketens. Beken kleur. Dank u, voorzitter. Dank u wel. Interruptie van de heer Van Baarle, Denk. Ja, voorzitter. Ik wil mevrouw Simons bedanken voor haar bijdrage. Ik zou mevrouw Simons willen vragen wat zij vindt van de brief die ambtenaren bij Buitenlandse Zaken hebben geschreven naar de Nederlandse regering. Waarin ambtenaren aangeven, in het geval van Gaza, dat de regering de fundamenten van het internationaal recht loslaat. We hebben het hier over 350 ambtenaren. En ook aangeven dat er sprake is van selectiviteit in het Nederlandse buitenlandbeleid. En dat verklaren mede vanuit het institutionele racisme binnen de eigen organisatie. Nou vond ik dat een schokkende brief. In het licht van het eerdere onderzoek naar buitenlandse zaken geen verrassende conclusie. Wat vindt mevrouw Simons daar eigenlijk van? Mevrouw Simons. Dank u, voorzitter. Dank aan de heer Van Baarle voor het stellen van deze vraag, die hij eigenlijk stiekem ook al een beetje zelf heeft beantwoord. Want juist dankzij dat onderzoek door het eigen ministerie, waar op zich schokkende resultaten uitkwamen, die verstrekkende gevolgen hebben, omdat het hier een ministerie betreft dat niet alleen zich bezighoudt met binnenlandse zaken, maar juist op al die plekken in de wereld mensen heeft zitten, daar interacteert met lokale bewoners, is het schokkend om te ontdekken dat dat racisme, dat institutioneel racisme, dat u vandaag tijdens dit debat eerder al zo ontzettend goed heeft uitgelegd, dat zo virulent is. En ik moet u zeggen, voorzitter, dat ik trots ben op deze ambtenaren. We weten allemaal hoe moeilijk het is voor ambtenaren om zich vanuit de rol die zij hebben, dienend aan de politiek, dienend aan hun bewindspersoon, toch ruimte te zoeken en te vinden om du moment dat ze zeggen, maar nu zien wij geen enkele andere kans dan moreel aan de bel te trekken, dat ze dan ook de moed vinden dat te doen. Ik denk dat dat voor geen van de ambtenaren die de brief heeft ondertekend een makkelijk besluit is geweest. Maar tegelijkertijd zou ik tegen de heer Van Baarle en tegen iedereen hier in de Kamer willen zeggen, wat ben ik dankbaar dat we zulke moedige mensen onder onze ambtenaar hebben. En hoe belangrijk is het juist op het moment dat je ziet dat bewindspersonen zoals onze demissionair minister-president niet kan wachten om zijn onvoorwaardelijke steun. Onvoorwaardelijk. Het maakt niet uit wat je doet. Ik steun jou. Deze demissionair minister-president kon niet wachten om die steun uit te spreken. Geen spoortje van diplomatiek geduld. Afwachten van het juiste moment. Laten we kijken wat er gebeurt. Nee, meteen. Hup, onvoorwaardelijk. Ik denk dat deze ambtenaren een hele moedige daad hebben verricht. Dank u wel. En ik ben ze daar zeer dankbaar voor, zeg ik tegen de heer Van Baarle. Dank u wel, mevrouw Simons. Daarmee zijn we aan het einde gekomen. De eerste termijn aan de kant van de Kamer. De minister-president.